Het is woensdagochtend als het stormt in Groningen. De vlaggen staan strak, de provincie is in de ban van hoogwater en dijkbewaking. Langs het trainingsveld van FC Groningen hebben een paar supporters beschutting gezocht. Iets wat er voor de selectie van de FC niet in zit. Johan Kappelhof trekt zich sowieso niets aan van de harde en koude wind. Hij traint als enige in korte mouwen. Ik begon met de trui, maar op een gegeven moment kreeg ik het gewoon warm, dus heb ik hem uitgedaan. Het was ook lekkere, felle training, dus dan krijg je het ook heel warm. Ja, felle training, dat lijkt me goed in vooruitzicht naar de wedstrijd tegen AZ. Ja, zeker. We moeten nu gewoon minimaal strijd leveren en gewoon hard werken. En hard blijven werken en niet opgeven, dat is nu het belangrijkste. Het gaat nu wat minder, dus dat zijn de belangrijke dingen die we moeten blijven brengen. Ja, want hard werken doen jullie wel, alleen in de uitvoering komt het er nog niet helemaal uit. Ja, dat is waar. Dus, maar als het hard werken en het strijd ook wegvalt, dan heb je helemaal niks. Maar dat is in ieder geval de basis. En natuurlijk moeten we aan de uitvoering werken. Dat doen we op de trainingen. En aan het heeft volgens mij meer met vertrouwen te maken. We kunnen allemaal goed voetballen, maar we weten nu dat het nu wat moeilijker gaat. En dan wordt het vertrouwen ook wat minder. Maar ik heb er vertrouwen in dat het gewoon goed gaat komen. Ondanks de mindere resultaten en het tegenvallende spel is er geen paniek binnen de selectie van FC Groningen. FC Groningen kende vaker mindere periodes die dankzij een vaak onverwachte overwinning werd gevolgd door een sterke serie. Zo'n zegen zou komende zaterdag uit tegen AZ ook zomaar behaald kunnen worden. Ook als je kijkt naar het tweede helft van het seizoen vorig jaar, waren we in het begin ook heel matig. En dan zie je vanaf Vitesse thuis volgens mij dat we gewoon een race kunnen neerzetten. Dus in een seizoen heb je van die momenten, van die breekpunten. En dan van daaruit moet je weer omhoog gaan werken. Dus zeker niet met het kopje blijven hangen. We weten dat supporters ons blijven steunen. En dat moet ons vertrouwen geven. Deze woensdag traint Talant Kadria mee met de eerste selectie van FC Groningen. De stage van de Sloveen is met een week verlengd, omdat FC Groningen een beter beeld wil krijgen van de 21-jarige verdedigende middenvelder. Een paar spelers ontbreken op het trainingsveld. Onder hen Martijn van der Laan, die al sinds 18 augustus aan de kant staat met een vervelende liesblessure. De wedstrijden die ik wel ben ingevallen tegen Go Ahead en Heracles ging op zich goed. Eigenlijk geen klachten, alleen de wedstrijd Heracles. En de dag daarna heb ik met de belofte meegedaan in Nijmegen. En dat was op een heel slecht kunstgrasveld. Mm-hmm. En dat was even te veel van het goede. Ja. En hoe bouw je dat dan verder op? En hoe hou je het geduld? Ja, geduld dat is het moeilijkste. Met deze blessure, van dag tot dag moet je het bekijken. En, veel doorgebracht in het krachthonk en dat is wel heel vervelend. Van der Laan is op de weg terug, al is nog niet bekend wanneer hij weer kan aansluiten bij de eerste selectie. Er werd eerder gesuggereerd dat de blessure zodanig ernstig is dat de verdediger zelfs moet vrezen voor zijn carrière. Ik heb het ook gelezen en ik ben er ook op aangesproken door sommige mensen. Maar ja, dat is gewoon onzin. Het is, kijk, ik ben geopereerd 3 jaar geleden aan liesbreuken. Nou, er zijn wel meer spelers volgens mij in de voetballerij die daaraan geopereerd zijn. En dit is gewoon een hele andere blessure. Het zit gewoon op een hele andere plek. En ja, de verhalen die geschreven zijn, dat ik bij Cambuur apart train omdat ik nog steeds liesklachten had, dat is allemaal onzin. Dus jij komt gewoon weer terug? Ik kom zeker gewoon weer terug. Van der Laan zal er zeker komende zaterdag tegen AZ nog niet bij zijn. En ook het bekerduel voor volgende week woensdag tegen Flevo Boys zal nog te vroeg voor hem komen. De wedstrijd tegen Flevo Boys zal net als het duel tegen AZ serieus worden aangepakt door FC Groningen. Ja, zeker is het de kortste route naar Europa. Dus dat moeten we zeker heel serieus nemen. En, ik weet niet hoeveel wedstrijden, 4 wedstrijden of 5 wedstrijden zijn de finale. Dus dat is zeker heel belangrijk voor ons. Ja. Is het dan ook gunstig dat je een amateurclub laat? Ja, tuurlijk. Dan heb je grotere kans om door te gaan. En dan later kom je sowieso wat betere tegenstanders tegen. Dus die heb ik liever later dan nu eigenlijk.